Heracles heeft voor eigen publiek wat goed te maken. 2-2 tegen MVV en dus die 4-0 zepert tegen Jong Ajax. Drie wijzigingen in de ploeg. Onder andere Larsen, Scheperman en Mokono in het elftal gekomen. Eerste kans van de wedstrijd is voor Hansson, die nog zo mooi scoorde tegen MVV. Heracles gaat gelijk vol gas van start. Laat er geen gras over groeien tegen VVV Venlo. Een ploeg die de laatste weken vooral na blessuretijd goed deed. Hier Wahim. En het is een schitterende goal. Zet zelf de aanval op. Enes Wahim. En in de regen van Almelo schiet hij de ploeg van Sean Lammers op voorsprong. Assist komt op naam van deze Nicolai Larsen. Die terug is in het elftal. De laatste twee wedstrijden was hij er niet bij met een blessure. En net in die wedstrijden ging het dus minder. En Heracles gaat dan door. Armenteros, Hansson en Larsen. En zo is het na 28 minuten al 2-0. Een schitterend doelpunt. De hele helft al is betrokken. En de voorsprong is ook terecht. Want Heracles is veel beter dan VVV in de openingsfase. Larsen helemaal vrij. Maar VVV is een taaie ploeg. Al 12 punten gepakt uit de eerste 5 wedstrijden. Onder de nieuwe trainer Rick Kruis. Nick Venema. En dit is geen schot waar Michael Brouwer van in paniek raakt. Maar VVV laat wel zien dat het er nog is. Weer Venema. Goede steekpaas. Maar Venema met zijn rug naar het doel kan hij normaal gesproken niet zoveel uitrichten. Oh, is dit een goede paas. En daar is ook gelijk de 2-1. Daan Huisman, zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal. Huurling van Vitesse in het zwart en geel van de ploeg uit Arnhem maakte die de goals niet, maar in het zwart en geel van VVV Venlo wel. Assist van Simon Jansen en zij die zijn meegereisd uit Limburg zijn meer dan tevreden met die aansluitingstreffer. Begin tweede helft dan. Venema! Na 20 seconden ligt hij er al bijna in voor de 2-2. Heracles, een ploeg die goed voetbal wil spelen, opbouw vanuit achteruit. Brouwer, dit gaat toch fout. Want daar is Nick Venema. Heracles geeft het helemaal weg. De 2-0 voorsprong is verdampt door deze blunder van Brouwer. Schuift hem in de voeten van Sven Braken. En die krijgt dan de assist op zijn naam. Venema blijft rustig. En schuift hem in de lange hoek. Maar Heracles moet dan weer opnieuw beginnen. Wahim. En het is weer 3-2. Het is een avond waarop alles er wel in lijkt te vliegen. Heracles stelt orde op zaken. En weer een prima goal, zijn tweede van de avond. Van Enes Wahim. Corner dan. En Schoofs. Opeens 4-2. Na een uur spelen al 6 doelpunten. Lucas Schoofs, de Belg op het middenveld. Komt ontzettend hoog. En zo heeft Heracles de voorsprong van 2 doelpunten al snel weer terug. Maar toch krijg je op dat moment nooit het gevoel dat de wedstrijd helemaal beslist is. Kees de Boer is het weer met 4-3. Wel ja, het is een feest om naar te kijken deze wedstrijd. Keukenkampioen divisie ten top. Weer een assist voor Braken die hem goed neerlegt. En bij Heracles vergeten ze dan Kees de Boer te dekken. En dan wordt het nog spannend. Maar Heracles gaat niet met z'n allen voor de pot hangen, maar blijft ook aanvallen. Mokono. Geweldige goal. En een knuffel aan een wildvreemde toeschouwer. Dat hoort er allemaal bij op zo'n avond. Het is feest in Almelo. Heracles wint met 5-3 van VVV.